hele bijzondere man, hele warme man, heel geestig, heel scherp. Heel erg betrokken bij de stad, bij de mensen in het land en eigenlijk over de hele wereld. Dus ik vind het heel verdrietig dat hij er niet meer is. En tegelijkertijd is het heel bijzonder dat hij zo'n rijk en vol leven heeft gehad. Want hoe heeft u hem leren kennen? Nou, ik ben in Amsterdam in de politiek actief geworden in 2002. In de gemeenteraad gekomen was ik 27. En toen via via mocht ik een keer naar Ed van Tijn. En bij hem op bezoek hier in Amsterdam-Zuid in de Van Breestraat. In de tuin gezeten. Uitgebreid met hem gepraat. Had waanzinnig veel vragen. Wist alles. En ik kende hem natuurlijk als de burgemeester. Toen ik opgroeide was hij de burgemeester van Amsterdam. En ook iconische burgemeester. Maar toen ik hem beter leerde kennen was hij ongelooflijk benaderbaar. Stuurde mails, had tips. Bemoeide zich met van alles en nog wat. Maar een hele wijze, een hele geestige, een hele ontzettend bijzondere man. En wat heeft u van hem geleerd? Wat ik een belangrijke levensles van hem vond, en daar heeft hij ook prachtig over, daar heeft hij ook prachtig verwoord. Hij heeft gezegd, voor mij is die Joodse identiteit niet een kwestie van geloof of van Zionisme of Israël, maar van verbondenheid met Joods Amsterdam en die rijke geschiedenis. Hij had een hele eigenwijze campagne, ik heb me daar later nog in verdiept. Hij zei, ja, Amsterdammers zijn eigenwijze mensen, maar mogen ze? Ze hebben ook gelijk. Want er kwam met Den Haag te weinig geld, te weinig ruimte voor woningbouw. Eigenlijk hele actuele thema's. En hij voerde een hele brutale campagne. Maar later, toen hij terugkwam als burgemeester, was hij denk ik een hele belangrijke man in de emancipatie en het herstel van Amsterdam als glorieuze stad. Amsterdam stond slecht bekend. Er was veel geweld, er was veel onveiligheid, er was veel rumoer in de stad. En hij herstelde de orde. Hij was streng en zorgde voor veiligheid. Maar hij was ook zacht. En benaderbaar en empathisch en gevoelig. En daarmee gaf hij de stad ziel en trots terug. Prachtig mens.